Ja, ik weet niet. Ik heb gehoord dat de directeur er is. Ja, dat heb ik vernomen. Ik heb gehoord dat hij is weggegaan. Huh? Als hij niet is, kan hij niet de ontvangst nemen toch? Oké, we gaan naar de president. Plastic gangster. Boys,
Zo, we zijn al bijna bij het kabinet van de president. Nog enkele tientallen meters, dan zijn we bij het kabinet van de president. Het is een hele... bijna uit de hand genomen. Geworden. Maar ze zijn heel erg boos. De voorzitter is plotseling ontslagen nadat er foto's zouden zijn uitgelegd van een van dure auto's. Strijdvaardig zijn de mensen zeker wel, maar strijd is strijd. Oké, het gaat weer hard regenen. Oké. Goed. We draaien nu op onze backup-systemen. Maar we zijn nu totaal aan de weerselement overgegaan. En dat kost nogal wat. No, strijden voor strijd! Ulossa Brede!
Hey Jason, op akkoord! Waarom? Ik ben tegen mijn ontslag, maar de ALD van de OAS is... Ja, en u gaat het aanvechten. De EBS gaat een kortgeding tegen die aanspanning. Heeft u dat al gehoord? Tegen de bond? We zijn er op voorbereid. Niks kan ons nog pas drinken. Ja, gaat het zo ver dat er bijvoorbeeld straks geen licht is? Als ik zo luister naar de ALD, is dit het. Het doet me denken aan de tijd van Cyril Daal. Ja, dat dat heb ik gehoord. Ik heb Cyril Daal zelf niet meegemaakt. Ik denk dat de president genoeg tact heeft en weet hoe dit moet op te lossen. En u verwacht om naar binnen te gaan met een groep mensen? Nee, de president. Naar buiten te komen. En stel dat hij u uitnodigt naar binnen. Met hoeveel gaan jullie naar binnen? Is er al afgesproken? Nee, dat is die vraag stel ik hem. Met hoeveel gaat u naar binnen? Met hoeveel wil ik die laten gaan? Alles! Nee, nee, met zo'n hoeveel gaat. Dat gaan we nog bespreken. Ik heb eerder samen in een kamer met de president gezeten. En hij weet hoe het arm is, de arbeidsmarkt. Ik denk niet dat hij onwelwillend is. Dus u verwacht dat hij naar buiten komt? En in het meest ergste geval is dat een paar mensen. Misschien gewoon een paar mensen, ik mag misschien afzijden. Oké, en u wil terugdraaien van uw ontslag? Dat eist u? Dat is de ALP. Maar dat is een van de andere eisen. Er zijn nog andere eisen. Oh, en die gaat u gelijk allemaal... Die zijn voor patent en motie van de ALP. En die gaat u nu aanbieden? Ja,
Dank u wel. President Archidistasia. We zijn bij vrouw als een buurman als een burger komen in Sukuplanga. Wat je bord op Udu? Gasten liever, vijandeletti. Het wachten is op u. Die man is niet pas naar binnen. Dat is gewoon snel. Ja, het verschil voor de lijst die kon je naar direct nu wakker winnen zien jongen. De rustig, de rustig man. Voor de lijst die kon je naar direct nu wakker winnen. Hoor dan maar hoor je naar Arucha gua in zien. Abastuur kon naar direct wakker winnen zien. Lagi boy jongen, lagupchi boy jongen. Kom maar op, ala maar op. Nino, Nino, Nino.
Nina, Nina! Als dat was nog even Er is nog geen reactie van het kabinet. Meneer Hellings, hoe ziet het actiemodel eruit? Nou, het actiemodel is dat er gewoon niet wordt gewerkt. Wat houdt dat in? De onderhoudswerkzaamheden, het uitdrukken daarvan, de storingen, daar wordt niet op gereageerd. Dus als mensen nu geen stroom hebben dan? Ja, dat wordt er niet uitgerukt. En tot wanneer, denk je? Zolang het conflict nog aanwezig is. Wat zou volgens u moeten gebeuren, nu, op dit moment? Er zijn een aantal punten, grieven en punten. En als gehoor wordt gegeven aan die grieven en wensen, is het probleem opgelost. De problemen, precies. Want een van de dingen zijn dus dat het praat is uitgegeven. Nee, dat is niet zonder meer het probleem. Een van de punten is het ontslag van de bondsvoorzitter van de EBS. Dat is een van de punten, maar dat van de Prado zelfs, dat is niet het probleem. Er komt iemand nieuws brengen. Laten we horen. Spike, u en nog vier anderen lopen naar daar. Door de president? De president gaat deze in de bespreking. Ik heb een vertegenwoordiger van de directie daar. Ja? Van de? Directie. Hier komen toch? Oké. Maar dat gaat niet. Als het afkomt. Nee, die persoon kan hier komen. Het is een vertegenwoordiger. Maar het is een vertegenwoordiger. Als het op de wat is belangrijk? Vijf mensen met uw vijf mannen. Als ik er lopen. Mino Goeres. De president heeft dus besloten dat hij in een belangrijke bespreking is en niet. Medium going up.
Namens het bestuur van de OAS. Mag ik het voor u voorlezen? Ja. Met luide stem graag. Ik ben allemaal horen. Prachtig praten aan u mee. Motie. De IBS werknemersorganisatie OAS in algemene ledenvergadering bijeen op dinsdag 14 mei 2024 om 8 uur in de OAS vergaderzaal aan de Drambrandersgracht Paramaribo. Gehoor. De uiteenzetting van het bestuur van de EBS werknemersorganisatie OAS en de leden naar aanleiding van de onderwerpen besproken in de uitgeschreven ALV met name 1. De behandeling van de ontslagkwestie van de OAS-voorzitter. 2. De behandeling van de kwestie implementatie nieuw loonstructuur en het transformatieproces. 3. De behandeling van de diverse kwesties waaronder de oplossing rechtspositionele kwestie. HR-issues van de leden op diverse afdelingen, kwestiebevorderingen personeelsleden. 4. De systematische desavouwing van de vakbond tijdens de directie. De lakse houding tijdens de directie met betrekking tot het starten van de cao-onderhandelingen. Overwegende. 1. Dat de lonen van het personeel reeds enkele jaren sterk gedevalueerd zijn. 2. Dat de ingezette transitie van de NVEBS al enkele jaren duurt, zonder dat er zicht is op een eindpunt en de directie nagenoeg niet communiceert hierover met het personeel en geen concreet antwoord kan geven op de vragen van het OAS-bestuur. 3. Dat er 12 jaar al geen uitvoering is gegeven aan het oordeel van de bemiddelingsraad voor heel Suriname met betrekking tot de implementatie van een nieuw loonstructuur. 4. Dat het wensenpakket met betrekking tot het aangaan van een nieuwe cao reeds is ingediend, aangezien de cao reeds 4 maanden is geëxpireerd. 5. Dat de directie van de NVEBS fundamentele mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiten, aantast. 6. Dat het geduld van de leden is opgeraakt en dat voor hen de maat vol is. Besluiten. 1. Het bestuur van de OAS op te dragen de aandeelhouder van het voorgaande in kennis te stellen. 2. Eisen van de aandeelhouder dat de aanzegging tot ontslag van de OAS-voorzitter per direct wordt ingetrokken, CQ teruggedraaid. 3. Het vertrouwen in de directie van de NVEBS per onmiddellijk op te zeggen en eisen het vertrek van de voltallige directie. 4. Dat de gesprekken met betrekking tot het aangaan van een nieuwe cao morgen aanvangen en dat deze worden gevoerd met de Raad van Commissarissen van de NVEBS. En gaan over tot de orde van de dag. Paramaribo, dinsdag 14 mei 2024. De algemene ledenvergadering van de OAS was getekend door de motie Bouwers. Bij meneer Fernand, meneer Solomon, meneer Yuku en de heer Seder. CC. De Raad van Ministers, de Raad van Commissarissen bij de NVEBS en de directie van de NVEBS. Als u hierbij overhandigen wij u de motie.
namens de OAS en het bestuur van de OAS en de leden. Dank u wel. Ik neem uw petitie in ontvangst namens de president en het wordt doorgeleid naar de president. Ik vraag u dan nadere instructies van de president af te wachten. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Wat is uw naam? Ik ben Reshma Karbu, waarnemend directeur op het kabinet. Reshma? Karbu. Goed. Hij is in de vergadering. En de president vond het niet belangrijk genoeg om de werknemers te woord te staan, gezien ook de enorme belangrijkheid die EBS vervult in de maatschappij? Nee, dat is absoluut niet zo. Daarom heeft hij zijn directieleden die hem dan ondersteunen. Maar de mensen vragen, als het maar 5 minuten was geweest, zoals u hier nu staat, u bent binnen 5 minuten weer binnen, geen uren. Had de president het niet even kunnen doen om hier 5 minuten te staan, om de mensen te woord te staan? Ja. Oké. Okay. U krijgt de instructie dat u door moet lopen. U mag geen antwoord geven of zo. Ja, nee, maar dus dat is het. Wij zijn dan om de president te ondersteunen vandaag. En ik heb u al aangegeven dat ik namens de president in ontvangst neem. Dank u wel en een fijne middag verder. Goed. Dan gaan we even luisteren naar wat er nu zal gebeuren. Niet tevreden zijn, toch? 100% toch? Hij is de eerste man van het land en de problemen binnen het bedrijf zijn zodanig dat je kan niet zeggen dat je niet komt ontvangen, toch? Maar ja, we gaan door. Eén ding wat we zeggen, we geven de tijd niet op. We gaan tot het eind. Maar ik hoor keiharde punten, jongen. Ja, kunt u een paar voor ons herhalen? Precies. Zo, je zegt het zelf, je hebt het. Gewoon. Maar jullie willen de directie helemaal niet? Nee, sowieso niet, man. Nee. We kunnen niet samenwerken. Maar is dat niet een te harde eis? Niet te harde eis, waarom? Dat die hele directie weg moet? We hebben geen vertrouwen in ze, toch? We zijn al moe. Ja. Oké. Yes. En dat horen wij, dus de directie. Goed. What about morgen? We weten het nog niet. U gaat het horen van de voorzitter. Kijk, de voorzitter is niet bezig. Waarom ben je niet? Oké, we gaan maar scoren. Dat ik me hier. Dat ik hier blijf. Ja. Omdat misschien hebben ze de power, het leeuwendeel van de leden, misschien de power, de warmte van de voorzitter op dat moment nodig. Ja. Los van uw ontslag hoorde ik ook heel wat zaken, andere zaken, zoals de directie moet weg, met andere woorden. Waarom zo'n keiharde eis? Dus eigenlijk dat die directie handelt in zijn geheel, in zijn totaliteit. En de samenwerking met de directie die vlot niet. En we hebben tal van brieven geschreven naar de directie. Er wordt niet gereageerd. Bepalingen in de CAO die worden vertrapt. En in feite niemand die elkaar zegt van nee, maar hier ben je verkeerd. En zo. En het mooie ervan is als de totale directie ook nog de ontslagaanvraag van de voorzitter tekent. Dan zijn ze staan ze in feite pal achter het beleid dat gevoerd wordt. En het beleid dat gevoerd wordt is niet eentje die vriendelijk werkt op de medewerkers. Ja, maar wat is van belang nu op dit moment? Uw ontslag? Nee, ik zou niet zeggen, maar het ontslag. Dat is eigenlijk in de primaire eis. Ja. Daar kunnen we nog verder praten. En eigenlijk alle 4 punten staan keihard daar. Ja. Heeft u ultimatum gesteld? Of wil u vandaag antwoord? Morgen? Is er iets daarover met elkaar afgesproken? We zijn al een tijdje bezig. Hè? We zijn al een tijdje bezig. Niet alleen met de directie van de EBS. Ik ben ontvangen geworden door de minister van Bibus op aangeven van de president als vertegenwoordiger van cluster van ministers. Ik ben al een tijdje met de mensen in dialoog, gevraagd voor gesprekken. Ik heb de app berichten waarbij ik midden in de nacht app minister, kunt u alsjeblieft ingrijpen. Het gaat niet goed. De bond wordt stelselmatig gedesavoueerd. Bepalingen van de CAO worden vertrapt. Dus het is niet iets van gisteren. Ik heb
een tijdje ben ik in communicatie. Als het niet lukt, ik moet wel zeggen, de minister van Bibels antwoordt snel. Maar alleen het resultaat om te komen tot wat we willen, dat is altijd uitgebleven. En de president ook. Die app, ik kan begrijpen dat hij het druk heeft. App misschien soms wat later. Maar ik heb genoegzaam de mensen duidelijk gemaakt. Het is geen grap waarmee we bezig zijn. En de directie heb ik ook gezegd. U onderschat de zaak. Ja, op dit moment bent u geen IBS'er meer. U bent met ontslag. Oh, je bedoelt... Zal dat uw functie binnen de bond niet bemoeilijken? Waarom zou dat? Ik vraag u. Nee, absoluut niet. Ja. Absoluut niet. U voelt zich nog een IBS'er? Ja, ik ben IBS'er. Ik ben IBS'er en primair... U bent met ontslag, meneer. U mag het terrein niet meer betreden, denk ik zo. Nou, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Het fysieke terrein betreden en je gevoel van EBS'er zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Gaat u nu terug naar de directie, naar het bondsgebouw om te overleggen wat verder? Ja, we gaan... Luister, we gaan terug naar het bondsgebouw. Toch? Dit is de actie van de OAS, maar we vergaderen zo aanstonds in het verband van de UVAF. De Unie van Assertieve Vakcentrales. En dan gaan we daar ook besluiten nemen over hoe verder. Ik wil vanmiddag om 5 uur het antwoord. Nee, we hebben geen ultimatum gesteld. Als de directie dus dan een beroep op u doet voor een vergadering, wat gaat u doen? We willen niet meer praten met de directie. Het vertrouwen is opgezegd in de directie. Het vertrek van de directie is geëist. Ja. Omdat we tal van keren brief hebben geschreven en de antwoorden zijn niet gekomen. Dus geen gesprekken meer met de directie? Nee, absoluut niet. Met de president wel? Ja, of een vertegenwoordiger van de aandeelhouder, de RVCK. Ja, hij vond het niet belangrijk om naar buiten te komen? Ik denk dat dit misschien een beetje druk heeft. Okay. Yes. Dank je wel. Water.
Aangetrokken vindt, toch? Ja.